Vanuit de Dominicuskerk streamen we de viering van de zesde zondag van Pasen. We zijn verbonden met alle locaties en kerken van onze Sint-Vitus-parochie. Vandaag kijken we weer naar Wergeë. We zien beelden van de mooie parochiekerk van Wergeë-Warten. De Sint-Martinuskerk is rijk voorzien van gebrandschilderde ramen. Voor in de kerk, boven het hoogaltaar, zien we onder andere de kruisiging en verrijzenis van Christus. Maar het verhaal van de christenen begint daarna pas. De apostelen gaan een cruciale rol spelen. Apostelen noemen we ook wel discipelen. Discipel, discipline, het is hetzelfde woord. Toch kun je niet zeggen dat de 12 met veel discipline de Heer bleven volgen. Na de voetwassing en het laatste avondmaal vertrokken ze allemaal. Na de verrijzenis van Christus op weg naar Pinksteren veranderde dat schoorvoetend. We zien het terug in de schriftlezingen van deze paastijd. In het middenschip, hoog boven de kerkbanken, zijn in Wergeë de 12 apostelen afgebeeld. Alle apostelen bleven in hun leven getuigen van Christus. Tot in een gewelddadige dood bleven ze hun leraar en verlosser verkondigen. Vaak worden ze afgebeeld met hun martelwerktuig. We beginnen met Petrus, de rots waarop Christus de kerk bouwt. Petrus kreeg symbolisch van de Heer de sleutels van het hemels koninkrijk. Naast hem zien we zijn broer Andreas. Volgens de legende werd hij genageld aan een X-vormig kruis. Jacobus de Meerdere werd begraven in Santiago de Compostela in Noordwest-Spanje. Vanaf de middeleeuwen gaan velen op pelgrimage op weg naar dat graf. De weg ernaartoe, de Camino, wordt gesymboliseerd door de pelgrimstaf. Zijn broer, de evangelist Johannes, heeft een beker in zijn handen. Er kruipt een giftige slang uit. Een van zijn martelingen was het drinken uit een gifbeker. Het deerde hem niet. Thomas ging volgens een legende naar India. Hij diende in India's vorst als timmerman, vandaar de winkelhaak. Jacobus de Mindere werd met een knuppel, een vollerstok, doodgeslagen. Filippus houdt een kruisstaf vast, teken van de bekering van de heidenen en een verwijzing naar de kruisdood. Bartholomeus werd levend gevild en onthoofd. Het mes heeft hij al in zijn handen. De evangelist Matthäus kwam weer op een andere manier om het leven. Hij werd doorboord met een lans. De apostel Simon werd volgens een legende gemarteld door hem door midden te zagen. Vandaar de trekzaag in het raam. Een palmtak is een algemeen attribuut van martelaren. Ook de apostel Judas Thaddeus hoort tot de kring van deze geloofsgetuigen. Ten slotte Matthias, hij vulde het getal van 12 weer aan naar het verraad en vertrek van Judas Iscariot. Hij werd met een bijl gedood. De apostelen zijn boven de banken voor de geloofsgemeenschap afgebeeld. Mogen zij ons inspireren om zorg te hebben voor die gemeenschap.